Nou, weer bij de volgende les van Mini-Bridge. Dit is Mini-Bridge les 4. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag ga ik met jullie de vragen behandelen zoals beloofd van les 3. Gaan we samen doorlopen en dan komen we meteen wat zaken tegen. En we gaan iets nieuws doen. Dus we gaan de superkleur introduceren. De superkleur noemen we de troefkleur. Misschien hebben jullie het al gelezen in het boekje. Maar dat ga ik vandaag in ieder geval behandelen. Eerst laat ik nog even wat anders zien. Even wat praktisch. Op de site bridge.nl is iets heel leuks. Want wat hebben ze gedaan? Daar zijn ze ook heel enthousiast over onze lessen. Dus op het moment dat jij naar bridge.nl gaat, je kijkt op een nieuws-item. We pakken het eventjes erbij. Dan zie je onze lessen. Onze lessen zijn ook nog onderverdeeld. Jullie zijn nu bezig met deze. Mini-bridge. Les 1, 2, 3 en samengevat. Dan komt nu straks. Mini-bridge les 4 komt daarbij. Maar we hebben ook jeugdbridge en tips van de professionals. In het lesje vandaag gaan we ook nog wat behandelen. Daar kun je ook nog de tip van Tim erbij pakken. Kun je hier niet op klikken. Hier kun je wel op klikken. En dan kun je doorgaan naar mijn YouTube kanaal. Zorg ervoor dat je echt allemaal abonneert. Als je abonneert, hoop ik niet steeds. Een nieuw nieuwsitem te genereren. Maar krijg je gewoon elke keer een melding op het moment dat er een nieuw filmpje is. Dus dat is hartstikke leuk. Niet alleen over Mini-Bridge, maar ook over tips van de professionals. En het is gewoon super leuk om te kijken. En er zijn allemaal mensen die, tenminste de meeste zijn, er zijn wereldkampioen geweest, Europees kampioen geweest. Dus daar heb je echt wat aan. Nou, de materialen kun je er ook vinden. De materialen die zet ik ook steeds onder het filmpje. Dus wat je nodig hebt kun je vinden onder het filmpje. Mocht je nog andere dingen willen zoeken kun je dat hier vinden. Wij pakken even het Mini-Bridge basis lesboek. Dat heb vorige keer ook gebruikt en gaan we nu ook weer erbij pakken. Oh. We gaan hier eerst eventjes naar... Zodat ik nog een beetje in beeld kan blijven. Naar het vorige hoofdstuk. Ik ga eerst even behandelen welke vragen we vorige keer hebben gedaan. Hier zijn we allemaal langs geweest. Kijk eens hoeveel we eigenlijk al gedaan hebben. Hoofdstuk 4, daar ging het om, hè? Leider en dummy vorige keer. Oké. Okay. De vragen. Vraag 1. Hoeveel plaatjespunten zitten er in een kleur? Een aas is 4. Een koning is 3, een vrouw is 2 en een boer is 1. 4 plus 3 plus 2 plus 1 is 10. In het hele spel, ja, het zijn 4 kleuren, dus dat is 4 keer 10, is 40. Tel het maar een keer na. Je hebt west en je hebt de volgende kaart gekregen. Hoeveel plaatjespunten heb je? Nou, we tellen eerst de schoppen. Dat zijn de 4 en 3 is 7. Harten is 2. De ruiten zijn er samen 4. En klaver is ook 4. Als je dit allemaal optelt, dan krijg je, moet ik zelf ook even stellen, 17 punten. Heb ik goed geteld? Ik hoop het wel. In vraag 4. In een spel ben je oost en tel je 12 plaatjespunten. Je partner heeft er 9. Zuid heeft er 14. Hoeveel plaatjespunten heeft Noord? Nou, dat is gewoon bekijken, omdat je totaal 40 plaatjespunten hebt, hè? Dus je hebt er zelf 12. Je partner heeft er 9. Dat is samen 21. 21 plus 14 is 35. Dus dan heeft Noord maar 5 plaatjespunten. Wie wordt bij vraag 4 de leider? Vraag 4. In de oost heb je 12 en je partner heeft er 9. En je gaat eerst kijken welk team de meeste punten heeft en niet welke persoon. Dus welk team de meeste punten heeft ben je zelf. Dat zijn er 21. Nou, van die 21... ben je zelf oost en je hebt 12 puntjes. 12 punten, dus je bent zelf de leider. En wie mag uitkomen? Links van de leider. Nou, helemaal goed. Oké, okay, het volgende onderwerp. Troef. Dat is wel een belangrijk onderwerp. Ik pak nog eventjes het lijstje erbij. En het lijstje wat we elk spel eigenlijk altijd doen. Probeer het ook altijd erbij te houden. Eerst delen, dan sorteren, dan gaan we punten tellen en opnoemen.
Het spelende paar speelt, blijft nog steeds. Bepalen van leider en dummy. Dummy legt zijn kaarten open. Dan wordt er gestart. Alleen hier gaan we iets tussen zetten. Dus dummy legt de kaarten open neer. En tussen de start gaan we wat doen. Wat gaan we namelijk doen? Er mag een troefkleur, een superkleur gekozen worden. Nou, ga ik jullie eerst even uitleggen wat een troef is. Nou, je kunt ook gewoon lezen hier. Een troefkaart is eigenlijk hoger dan alle andere kaarten. Dus stel je voor dat de troef harten is, dan is je hartenkaart hoger dan alle andere kleuren. Dus hoger dan de schoppen of een ruiter of een klaver. Wanneer mag je nou troef spelen? Je mag alleen maar troef spelen als je niet kunt bekennen. Dus stel je voor, er wordt schoppen gespeeld. En ik heb nog schoppen, moet ik altijd eerst een schoppen spelen. Op het moment dat harten troef is en er wordt schoppen gespeeld en ik heb geen schoppen meer, mag ik een harten spelen. Dan troef ik hem in. En als er meerdere troeven worden gespeeld, dan wordt hier uitgelegd, dan geldt de hoogste troefkaart. Dus dit is belangrijk, hè? Bekennen moet. Als je niet bekent, dan heb je een overtreding. Dat noemen ze een verzaking. Dus altijd bekennen. En als je niet bekent, mag je introeven. Nou, dat staat hier ook nog netjes weergegeven. Ik heb er nog eventjes een voorbeeld van gemaakt. Dit is een lesspelletje. Dat wil ik ook bij jullie even introduceren. Kijk niet hier naartoe, dat is de bieding. Kijk alleen eventjes naar de kaarten. Noord en Zuid spelen samen en Oost en West spelen samen. Nou, we gaan eens eventjes kijken wat er hier aan de hand is. Probeer je even in te beelden en de tip is wel... Kijk naar deze kaarten. Deel ze zelf uit. En ga gewoon het spel naspelen. Ga eerst de punten tellen. Deze heeft 14 punten. 9. 8. 9. Nou, deze Noord en Zuid hebben dus de meerderheid van de punten samen. Dus die gaan spelen. En van het spelende paar heeft Zuid de meeste punten. Dus die is de leider en Noord is de dummy. De dummy legt zijn kaart op tafel. Nou, bij troef is het wel even belangrijk. Wanneer ga je nou een troef kiezen? Want je kunt spelen met en zonder troef. Dus je kunt spelen met schoppen als troef, harten als troef, ruiten als troef, klaver als troef of zonder troef. Dat noemen ze sans atout in het Frans of no trump in het Engels. Je ziet dat Zuid en Noord hebben 8 schoppen samen. Of sorry, ik tel verkeerd. Die hebben 9 schoppen samen. Zuid heeft er 6 en Noord heeft er 3. Dus ze hebben ervoor gekozen om schoppen als troef te nemen. Dus Zuid, die is de leider, die beslist dat. Die zegt, nou, ik wil graag schoppen als troef. Het gaat mij om het voorbeeld. Nou, West, die moet starten. Nou, weten jullie nog? Hoogste van de serie. Die start de hoogste van de serie. Dus die klikken we eventjes aan. Dit is gewoon puur om te laten zien. Ja, de aas is de baas, hè? Dus daar gaan we niet overheen. Iedereen gooit een kleintje bij. En je moet bekennen. Moet bekennen. West die denkt, nou dat ging lekker met die eerste ruitenslag. Ik ga er nog eentje proberen. Hup, de koning. Klein. Klein. Nu denkt Zuid, hey, wacht eens eventjes. Ik heb geen ruiten meer. Ik moet bekennen, maar ik kan niet bekennen. Dan kan ik gaan kiezen. Doe ik een hart of een klaver? Of gebruik ik mijn superkleur? Juist. Aftroffen die banaan. Hup. Dus nu met schoppen 7 wint hij de slag. Het aantal slagen wordt hierbij gehouden. Noord-Zuid heeft 1 slag en Oost-West heeft ook 1 slag. Dus zo gaat het elke keer gaat het verder. Nou, nu heeft deze Zuid heeft de slag gewonnen. Degene die de slag heeft gewonnen begint altijd de volgende slag. Nou, stel je voor dat hij nou eens zou spelen een trof. Deze speelt ook een trof. Deze speelt ook een trof. Deze trof. Dat moet je gewoon bekennen. En die speelt nu een harte. Nou, die denkt, pak hem snel. Aas is de baas. Deze speelt een klaver. Nou, het gaat misschien een beetje snel. Maar leg echt het spel gewoon op tafel. Probeer het een aantal keer te spelen en dan zie je het vanzelf. Het gaat nu voornamelijk om het aftroffen. Hier wordt tussendoor nog even stiekem een snit genomen. Maar kijk naar het aftroffen. Deze speelt nou bijvoorbeeld
hartenboer. Kleine harten. Niet dat ik denk, mijn hartenvrouw zit er nog in. Die willen me niet verliezen. Dus ik kan hier niet bekennen. Ik gebruik mijn superkleur. En Oost zit te kijken. Oh, wacht even, ik kan de vrouw pakken. Maar dat heeft geen zin, want de superkleur is aan de beurt geweest. Ik moet harten bekennen. Zo gaat het spel gewoon helemaal verder. Maar dit is om jullie even een idee te geven van wat is nou die superkleur en wat is nou daadwerkelijk troef. Ga eens kijken of we het hier ook weer vragen bij horen. Ja, hier heb je nog een keer wat ik net zei. Sans toe, schoppen, ruiten, of schoppen, harten, ruiten, klaveren. Contact mag je spelen. En om troef te spelen heb je minimaal 8 troeven samen nodig. Dat is ook wat ik net vertelde. Hier zijn de vragen. Nou, de vragen mogen jullie lekker zelf maken. Volgende keer ga ik de vragen behandelen. Dat zijn dus de vragen op pagina 34 en 35 en 36. Nou, dat zijn behoorlijk veel vragen. Heel veel succes ermee. Wat we volgende les ook nog gaan behandelen is de scoreberekening. Dat heb ik nu tot nu toe een beetje links laten liggen, omdat ik dat niet het meest belangrijke vind in het spel. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel, wil je wel weten hoeveel je gescoord hebt. De opdracht voor jullie is eigenlijk van, voordat je volgende keer het lesje opent, dus voordat je les 5 opent, maak niet alleen deze vragen, maar lees ook alles in het boekje tot nu, wat gaat over de scoreberekening. En er zijn best een paar stukjes te vinden over de scoreberekening. Hier al wat. En hier al wat. Probeer het gewoon eens uit. Maak een paar proefberekeningetjes. Kijk zelf hoe dat werkt. En dan ga ik jullie de volgende keer met een aantal voorbeelden ga ik jullie daar doorheen leiden. En dat is absoluut niet het lastigste onderdeel. Maar wel even iets wat je goed moet weten. Om weer verder te kunnen. Helemaal goed. Nou, ik hoop dat jullie weer een leuke les vonden. Vergeet niet te abonneren op het kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij de volgende les van Mini Bridge.